Goed, dan blijf je lekker aan de bal slaan, hè. Blijf hoog rijden, dan gaat hij dan maar de de man met ronde hier, dat kan ook, hè. Oh, oké. Goed, oh, Theo, die twijfelt. Geert en onze nog steeds. Dan 100 meter achter hem bij Kevin de Hoek. Frank Jurres. En Johan van der Wal. 20 schoens als eerste dame, derde positie in Peloton. En hier Max Courage, want deed hij het goed achter de derde. Super. Geert Jan Hansen, hij geeft op en laat zich weer terugvallen. Kevin de Hoek ook, en dan zien we van onder aan de baan weer een versnelling. Raymond Pauwels, Lotto Jumbo Pak. Kijk eens, de triatleten zijn ook hier. Welkom. Drie ronden te gaan. Drie ronden voor Matthijs. Matthijs nog steeds op kop, daar komt hij. Met de mond open. Kom op!
Zak, heeft iemand zijn oorkapen voor Zak? Laatste ronde, laatste ronde. De rop of de ronde. Heer George Nidri heeft hier een aantal weken gefietst. Komt uit Zuid-Afrika, maar vanavond was het zijn laatste koers. Dus we laten hem even bovenop het schavot staan. George, when are you going home? Thursday. Kan ik ook Nederlands praten, want dan verstaan ze ook in Zuid-Afrika. Wat vond je nou het leukste hier op de wielerbaan? Ja, dat is goed. Well, en dus heb je ook de snelheid? Ja, heb je nog wedstrijden gereden hier in Limburg? Niet meer, niet meer. Veel gereden. Veel geleerd. George, even daar op het schavot staan. Dan maken we een foto en wil ik een groot applaus voor George Nidri. Is voor Carlo. Oh. Ah, ja, hoor. Goed, hè? Carlo. Ah ja, dat kunt daar nog, hè? Rugnummer. Ah. Even voor duidelijkheid, Carlo is wel licentie, maar rijdt geen wedstrijden meer. En volgend jaar dan gaat hij geen licentie meer aanvragen. Dus daarvoor heb ik gezegd, maar Carlo ook op de dinsdagavond erin mee rijden. Carlo, nummer 1 voor jou. Applaus! En dan de winnaar in de categorie 40 plus, Jolle de Vries. Alweer? Als we aan het eind die foto's terugkijken van dit jaar, zien we altijd Jolle ergens staan. Op applaus voor Jolle! En dan beide dames. Quinty Schoens, kom maar voor, Quinty. Supergeden die twee dames, Gemma en Quinty. En dan heb ik nog iemand die naar voren kan komen, want hij heeft twee keer in de aanval gezeten. Vroeger kon hij daar heel wat van, maar hij heeft het weer terug. Henk de Heij, hij is strijdlustigste renner van vanavond. En met de pedal. Moet je hem ook erop? En dan wil ik even een groot applaus voor deze vier renners.